Want hoe goed het ook voelt, hier ook, hè, mensen die hebben allerlei gevoelens over deze hier, maar geen van jullie kennen mij. You don't know shit about me. Alleen maar wat er is opgeschreven en op filmpjes komt. Alles wat je van me weet of ziet, is in mijn performance. Weet je wel, wie weet wat ik thuis allemaal uitvreet. You don't know. Wat je kan doen is gebruik maken van iets wat jou intelligent of helpend voorkomt. Daarom doe ik dit ook. Weet je wel, maar ik wil niet dat je je leven aan mij gaat geven. Alsjeblieft, ga weg. Is dat ingewisseld? Daar is grote weerstand. Ja, absoluut. No way, dat is niet goed, weet je wel. En ik heb, nou, dood eenvoudig, en dat weet trouwens iedereen wat er daardoor mis kan worden. Je verliest jezelf op de verkeerde manier. Mensen gaan achter iemand aan hobbelen en terrible shit happens. Je wordt daar niet wakker van, je wordt een junkie. Nou, dat ben je al, weet je wel. Eerst ben je een junkie aan je eigen dingetjes en dan word je junkie van een of andere pretender. Iemand die werkelijk gerealiseerd is, zal nooit tegen je zeggen, volg mij. Die zal zeggen, daar gaat het om. Back off. En mogelijk dat hij, als je te lang komt of te vaak komt, dat hij je eruit dondelt. Omdat hij gaat zien dat er een afhankelijkheid begint te ontstaan. Maar dat is de bedoeling niet. De bedoeling is, jou zo snel mogelijk, als het maar kan, op je eigen poten te krijgen. En dat je look for yourself. Dus ik vertrouw niemand die roept, richt je maar op mij. En, het is ziek. En uiteraard hoort dat bij totality, dus ik heb er verder niet zo moeite mee. Iedereen die krijgt wat hij in gelooft, weet je wel. Maar als het om waarheid gaat, come on, heeft er niks mee te maken. En die organisaties en lui zijn meestal in de money business. Alleen ze hebben dan geen pak en een stropdas, maar een of andere vage jurk. Van werkkleding. En doen ze thuis niet aan, weet je wel. Als ze dan een bijeenkomst hebben, dan doen ze speciale gewaden aan. Zo. Een beetje wier ook zo. En dat laten ze anderen doen, en bewier ook. Daar heb ik stom van. Daar heb je dan personeel voor. De waarheidszoeker, zal ik maar zeggen, de echte, aanbidt hooguit waarheid, maar nooit iets van een vorm heeft. Pot voor drie dubbeltjes. Al die dingen, voor zover mensen dat interessant vinden, als het over waarheid gaat, al die dingen vanaf bewustzijn, clear mind, ego mind en idiot, dat is allemaal binnen de droom. Niet dat dat slecht is, maar het is wel handig dat je dat weet. Kijken of daar vragen over komen.